De bewoners van Ambi en dan met name die aan de Westrand wonen, zijn gisteravond door de gemeente geïnformeerd dat het trottoir aan de overkant van hun straat gaat verdwijnen. Met de bedoeling om nog meer groen in de wijk te creëren. Niet iedereen is daar even blij mee. Ik vind dat het jammer is dat die stoep gaat verdwijnen, omdat het toch een extra veiligheid is om aan beide kanten van de straat over de stoep te kunnen lopen. Ze moeten de stoep moeten ze een beetje onderhouden. En die, dan onkruid moeten ze gewoon bieden. Maar sinds dat uh, allemaal gemeente Maastricht is geworden, doen ze het onderhoud niet meer plegen. Nou, ik vind het op zich wel een goede zaak. Uh, zoals je nu ziet, uh, wordt die, qua onderhoud is het toch uh, minder dan, dan dat we zouden verwachten. En het wordt nu vooral als een uitloop uh, voor de honden gebruikt. Dus op zich denk ik dat dat wel verbeterd zal worden. En het is jammer dat hij weggaat. Groen is er in de Westrand genoeg. Hier zijn 900 meter weilanden. Dus die paar meter wat erbij komen, dat is een onzinreden. Ik vind het een goed plan, maar best meer groen komen. Want minder op de stoepen, dus als er een stoep verdwijnt, prima. Ik vind het gewoon schandalig. En wat moet die stoep weg? Ik, ik woon al 45 of ze, bijna 46 jaar in Ambie. Ik heb nooit anders gekend, dat die stoep altijd mooi was. De mensen kunnen er fijn wandelen langs de stoep. Dus ze gaan iedereen verplichten die in het buitengebied woont. Aan de, kant, aan de ene kant oversteken en dan aan deze zijde van de straat. Dus aan de mensen die kunnen gewoon rondlopen. Dus wat moet die stoep eigenlijk weg, vraag ik me af. Wordt er veel gebruik gemaakt van die stoep? Heel veel. Heel veel. De scholen lopen naar een zwembad over die stoep met begeleiding. De BSO met de kleutertjes, lopen er overheen. De bejaarden van de, van de zeven bronnen worden met de rolstoelen in de rij hier langsgereden om naar de natuur te kijken. Mijn zorg is eh, dat als mensen met honden komen, dat ze dus nu aan die kant lopen. Duidelijk de honden wat ruimte geven, maar nu als daar de bloemen staan aan deze kant... Dat is wel een beetje een probleem voor de mensen die hier wonen. Want de gemeente weet niet meer wat Chic en Schoen is. De gemeente laat in een reactie weten de signalen van de bewoners te hebben gehoord. Deze worden volgens de woordvoerder nog zorgvuldig bekeken.